de tweede motie. Dan de Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat de Tweede Kamer in verband met corona bij moet dragen aan het tegengaan van reisbewegingen, aan thuiswerken en aan de veiligheid van leden en kamerpersoneel. Overwegende dat om de plenaire vergadering te openen iedere vergaderdag een quorum vereist is waarvoor de fysieke aanwezigheid van minstens 76 leden in het Tweede Kamergebouw noodzakelijk is. Overwegende dat de Raad van State in haar advies over het functioneren van de Eerste Kamer in tijden van coronacrisis van 17 april 2020 het vaststellen van het quorum op digitale wijze, dus op afstand, mogelijk acht. Verzoekt het presidium binnen 2 weken met een tijdelijke regeling digitaal quorum te komen, zodat leden ook digitaal, dus op afstand, voor de plenaire vergadering kunnen intekenen. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie wordt mede ingediend door de leden Diertens, Klaver, Van S, Sazias, Heerma, Van Haga, Baudet, Kuzu en Krol. De motie wordt eigenlijk voldoende ondersteund, blijkt uit de ondertekening. De heer Wilders. Voorzitter, dit moet toch een grap zijn? Eerst rent de coalitie weg als het om een motie gaat. En nu willen ze niet eens komen om te stemmen. Nu komt er een motie om het quorum te halen, is niet eens meer nodig. Nu, wat dacht u van de rest van Nederland? Die als ze moeten werken en niet thuis kunnen werken, die gewoon naar hun werk toe moeten. Wat dacht u van de mensen die hier de toiletten schoonmaken? Wat dacht u van de mensen die in het restaurant werken hier? Wat dacht u van de bodes hier? Wat dacht u dat die kunnen doen? Dacht u dat die kunnen zeggen van we komen lekker niet? Die moeten gewoon, de normale mensen die moeten werken, die u helpen bij uw werk. Wat dacht u van de tramchauffeur? Wat dacht u van de verpleegster? Wat dacht u van de politieagent? Die moeten gewoon naar hun werk te komen. En dan komt de VVD, voorzitter, ik kan er echt zo kwaad voor worden. En die zegt, nou weet je wat, wij zijn Kamerleden. We komen gewoon niet. Met allemaal rotsmoezen. Want het zijn rotsmoezen die niet gelden voor al de mensen die hier werken. Al onze medewerkers. Geldt het niet voor. En u wilt weer een uitzonderingspositie voor de Kamerleden. Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? De heer Veldman. Voorzitter, de motie vraagt om het ervoor zorgen dat we digitaal ervoor kunnen zorgen dat het quorum aanwezig is. De 76 leden die aanwezig moeten zijn om hier plenair de vergadering te kunnen houden. De motie zegt niet dat Kamerleden hun werk niet hoeven doen. Kamerleden kunnen op heel veel plekken en op heel veel manieren hun werk doen. Als ze een plenair debat hebben, staan ze hier, zoals u en ik hier nu staan. Maar Kamerleden hebben ook dagen dat ze niet in een debat zitten. Dat ze gewoon gesprekken hebben met mensen. Eerder deden we dat dan gewoon hier op kantoor. En nu, zult u waarschijnlijk herkennen, doe je dat via Zoom, Pexip, Teams, weet ik veel wat voor instrumenten we allemaal hebben, om op afstand met mensen te spreken. Dan is het wat raar dat ik, heb morgen bijvoorbeeld zo'n dag, heb ik geen plenaire afspraken, geen AO's, geen nota overleggen. Dan is het toch wat raar dat ik nu vanavond naar huis ga, Winsen, vlakbij Nijmegen. Dat ik dan morgen weer terug moet komen. Alleen maar om ervoor te zorgen dat er 76 mensen hier in huis zijn, zodat we hier plenair kunnen vergaderen. Om dan vervolgens hier op mijn kamertje de hele dag achter een beeldscherm te zitten en weer naar huis te gaan. Weer diezelfde reisbeweging te maken. Terwijl het kabinet indringend aan iedereen de oproep doet, als u thuis kunt werken, werk dan thuis. En dat kan dus voor een Kamerlid als hij geen plenair debat heeft of geen algemeen overleg heeft. Dan kan ook een Kamerlid gewoon, zoals zoveel andere mensen dat ook kunnen, thuiswerken. De heer Wilders. U moet zich kapot schamen. Dat is wat u moet doen. U moet zich gewoon kapot schamen. U werkt 3 dagen in de week hier. Maandag en vrijdag bent u niet hier, althans hebben we geen vergaderingen. 3 dagen in de week, dat is een 3-daagse werkweek en daar verdient u 6.000 euro netto voor per maand. Voor 3 dagen hier te komen. En dan zegt u tegen Nederland, weet je wat, ik ga liever thuis zitten Netflixen. Want als ik hier naartoe kom, dan zit ik gewoon hier en dan moet ik hier komen, dan zit ik op mijn kamer. Hoezo zit u op uw kamer? U moet gewoon werken hier. U gaat toch niet op hier op uw kamer naar Netflix zitten kijken? U moet hier gewoon uw werk doen. Ga dossiers lezen, ga brieven beantwoorden, weet ik wat u allemaal doet. En dan zegt u tegen de mensen van nee, die 3 dagen die ik voor 6.000 euro moet werken, bekijk het maar, ik blijf lekker thuis in mijn nest liggen. Ik ga lekker thuis in mijn nest liggen. Dat is wat ik ga doen. En allemaal die mensen hier, nogmaals, de bodes, de mensen in de bibliotheek, iedereen hier, die moet gewoon komen. Terwijl u in uw nest ligt en u niet komt, moeten de gewone mensen gewoon hun werk doen. Dat moeten ze bij de politie, dat moeten ze in de ziekenhuizen, dat moet de tramchauffeur, dat moet de conducteur in de treinen, dat moeten hier alle mensen. En dan zegt de VVD, dikke middelvinger, wij staan boven het gewone volk en wij blijven in ons nest liggen. U moet u kapot schamen en ik hoop dat de kiezer hier keihard mee afrekent. Voorzitter, het is dat het kabinet terecht oproept dat we zo min mogelijk reisbewegingen moeten maken. Maar anders zou ik de heer Wilders graag uitnodigen om de reis aan te gaan naar mij thuis.
mijn werkplek te komen bekijken om precies dat te doen wat de heer Wilders mij vraagt om te doen. Dossiers lezen, mensen spreken, mails beantwoorden, telefoontjes te plegen. Datgene wat een Kamerlid doet naast die plenaire debatten hier. Naast algemene overleggen waarvoor je hier in dit huis moet zijn. Maar voor al dat andere kan dat ook thuis. En het zijn bijzondere omstandigheden waar we in zitten. Het zijn abnormale tijden. En dat vraagt dus ook om creatief om te gaan met de verplichting die we terecht met elkaar hebben. Dat er een quorum moet zijn om hier de plenaire vergadering te openen. En dat kan digitaal. Als het daar kan, en voor de mensen thuis, nu wijs ik naar de overkant, bij de Senaat, dan kan dat ook hier. En dat is wat een ruime meerderheid van deze Kamer voorstelt. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, ik vind het ook wel een beetje vreemd dat dit nu zo uit de lucht komt vallen. Zeker ook in deze fase nu van de crisis. Van afnemende cijfers die we gelukkig ook zien. En bovendien, ik hoor ook helemaal niet over het uitgangspunt dat ook in crisistijd de democratie zoveel mogelijk gewoon op de gewone voet doorgaat. De grondwet zegt ook in artikel 67, het is de echte bedoeling voor een vergadering te houden dat meer dan de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. Gaan we niet te makkelijk dan toch ook de grondwet uithollen op deze manier? Ja, nou, voorzitter, precies voor dat punt heeft de Senaat een adviesuitvraag gedaan bij de Raad van State. En Raad van State zegt dat in deze bijzondere tijden de bijzondere keuze om het quorum dan digitaal aanwezig te laten zijn, dat kan. En dan is vervolgens de vraag, als Raad van State dat advies geeft, waarom zou je dat als Tweede Kamer dan niet doen? Indachtig het uitgangspunt, werk zoveel mogelijk thuis. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, werk zoveel mogelijk thuis vind ik nog geen reden om zomaar te zeggen, dan schuiven we de grondwetbepaling maar terzijde. Kijk, bij de Eerste Kamer is inderdaad een advies aangevraagd, helemaal in het begin van de crisis, is snel op gereageerd. Maar juist op dit specifieke onderdeel, ging over veel meer, op dit specifieke onderdeel, waar het ging om dat digitale, virtuele quorum, daarvan herinner ik me ook dat bijvoorbeeld professor Bovendeert, ook niet de eerste de beste, in het Nederlands Juristenblad zei, ja, dat onderdeel, daar kan je toch wel van mening over verschillen. En ik vind eigenlijk, zei Bovendeert, dat op dit onderdeel te makkelijk de grondwet eigenlijk tot een lege huls wordt, als we zomaar gaan zeggen, je kan ook vanaf je thuisadres je aanmelden voor een Kamervergadering. Heeft u dat ook meegewogen? Ook de kritiek die er uit staatsrechtelijke hoek is, juist op specifiek dit onderdeel van het Raad van State advies? Ja, voorzitter. Daarom is ook de verzoek aan het presidium om te komen tot een tijdelijke regeling. Zodra we weer in een fase zitten waarvan je kunt zeggen, er is geen enkele beperking op reisbewegingen, er is geen enkel verzoek om zoveel mogelijk thuis te werken, laten we met elkaar hopen dat we dat punt zo snel mogelijk bereiken. Ja, laten we dan ook hopen dat we zo snel mogelijk weer teruggaan naar het normaal ook in dit huis. De heer Asscher. Voorzitter, ik deel de zorgen van Van der Staaij hier. Ik vraag me af of de collega een goede interpretatie geeft aan de oproep van het kabinet. Want er is telkens bijgezegd dat de adviezen, CQ-verzoeken, CQ-maatregelen niet zouden gelden voor de Kamer. Juist omdat wij hier de democratie belichamen. Er is telkens aangegeven dat als je het nou hebt over een vitale functie, het onze democratie is. Er is geen formele noodtoestand uitgeroepen. De heer Veldman refereert aan bijzondere omstandigheden. Dan moet je ook met die woordkeuze, moet je denk ik voorzichtig zijn als je die gebruikt om in ieder geval de geest van de grondwet op een andere manier te interpreteren. En juist in deze fase, ik kan me iets voorstellen bij het feit dat de Senaat toen, in de stress die er toen was, bij spoed die vraag heeft gedaan. Maar juist in de fase waar we nu zijn, zie ik ook geen aanleiding om te zeggen, je moet nu die tijdelijke regeling introduceren. Immers, er wordt hier tamelijk normaal vergaderd, 3 dagen in de week. Dus Kamerleden moeten hier toch zijn. Ik ben alle bodes en alle medewerkers van de Kamer zeer erkentelijk voor al het werk dat ze doen, zodat wij veilig ons werk kunnen doen. Dat geldt ook voor het presidium en iedereen die daarbij betrokken is. Dus mijn verzoek zou zijn aan de collega om deze motie aan te houden en niet in stemming te brengen. En ik snap dat er partijen zijn die deze gedachten hebben. Maar ik denk niet dat je vol kunt houden dat we op dit moment in de crisis, als je ziet hoe deze Kamer nu functioneert, dit besluit zouden moeten nemen. Hoewel ik erken dat er een meerderheid van de partijen zich onder die motie heeft geschaard, zou mijn verzoek zijn aan de collega om hem aan te houden. De heer Veldman. Voorzitter, ik ben het met de heer Asscher eens dat we alles in het werk moeten stellen om de parlementaire democratie zo goed mogelijk te laten functioneren, ook in tijden van crisis zoals deze. En we hebben in het voorjaar gezien dat we het afschaalden naar alleen nog maar het wekelijkse coronadebat.
En dat is heel spijtig, want daarmee functioneert je democratie niet zoals je zou willen dat die functioneert. Dus heel fijn, heel goed dat we, na mei was het volgens mij, het ook weer opgeschaald hebben. En dat er eigenlijk zoveel mogelijk ook gewoon weer kan. Dan nog zien we dat er nu dagen zijn dat er Kamerleden van huis moeten komen om ervoor te zorgen dat er hier 76 mensen aanwezig zijn voor een quorum. Omdat er op die dag plenaire vergaderingen zijn waar niet eens alle partijen aan meedoen. Er AO's zijn waar niet alle partijen aan meedoen. En er dus die 76 niet zijn. En het is toch een beetje een gotspe dat we in tijden waarin we aan mensen verzoeken om zoveel mogelijk thuis te werken, dan zeggen, Kamerlid, reis maar heen en weer, van huis naar hier. Dus ik morgen vanaf Nijmegen naar weer hier terug. Alleen maar om, wat we vroeger deden, een handtekening te zetten. Om vervolgens dan hier achter een beeldscherm te gaan zitten in plaats van thuis achter een beeldscherm te gaan zitten. Dat is toch een beetje raar. De heer Asscher. Ja, voorzitter, dat noemt de heer Veldman een godspe. Ik blijf bewust weg bij alle kwalificaties van hoe mijn collega's hun werk doen. Dus ik ga er zo van uit, u hoeft zich van mij nergens voor te schamen. Ik ga er zo van uit dat u uw werk op uw manier doet. Alleen, ik heb in een vorige leven een aantal jaren besteed aan het bestuderen van de grondwet en de geest daarvan. Ik denk dat je toch voorzichtig moet zijn om even bij motie met een beroep op een advies van een kabinet wat zich niet op ons richt, te zeggen we gaan vanavond die grondwet anders interpreteren. Dat vergt een andere discussie. Het kabinet heeft op geen moment gezegd dat de Kamer niet meer mag vergaderen. Er was bij iedere uiting was expliciet, één keer vergiste de premier zich, die herstelde dat, staande debat. En ik denk dat het ook belangrijk is, juist in de richting van de bevolking. Dus ik snap de praktische argumentatie. Dus niemand te beroerd om te zeggen, geef Veldman een hotel vanavond, als dat het probleem zou zijn. Maar volgens mij gaat het hier juist niet om het praktische. En dan vind ik het gevaarlijk om te zeggen, het is een godsbe dat we dit nu niet regelen. Met dezelfde argumentatie zou je dan kunnen zeggen, hou die motie aan. Houd in gedachten voor als er inderdaad een noodsituatie ontstaat waarbij het onverantwoord zou zijn als Kamerleden zoals u die reis zouden maken. Maar ik geloof niet dat je daar in gemoede van kunt zeggen dat dat nu aan de gang is. Vandaar het verzoek namens een minderheid om de motie aan te houden. De heer Veldman. Dat zal ik niet doen, voorzitter, gezien de ruime steun en brede indiening van de motie en ook gezien het advies van de Raad van State aan hoe de Eerste Kamer om kan gaan met het quorum. Voorzitter. Ik heropen de vergadering, maar voordat ik de minister-president het woord geef, geef ik eerst de heer Veldman namens de VVD het woord. De heer Veldman. Voorzitter, er is nog even overlegd en ik wil graag motie 2 aanhouden tot na de orde. Dank u wel. Dan is bij deze motie van de heer Veldman CS aangehouden. Dan is nu het woord aan de minister-president.